Enkele dagen na de rel bij de barbecue in Middenhoven zijn de daders door de rechtbank naar huis gestuurd. Dit tot frustratie van buurtbewoners en de Amstelveense politiek. Zelfs landelijk leidde het tot grote verontwaardiging. Waarom zijn de verdachten zo snel vrijgelaten? Het ging om 4 verdachten en de rechtercommissaris heeft geconstateerd dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor een poging tot doodslag, onvoldoende verdenking, wel voor openlijk geweld, maar er was geen reden om ze van tevoren al, voordat de zitting gaat dienen, om ze vast te houden. Maar ze lopen nu weer gewoon in de straat. Het zou kunnen dat de buurtbewoners zich nu minder veilig voelen. Dat gebeurt nu op het moment. Niet dat ze zich minder veilig maar ze zijn natuurlijk agressief tegenover deze 2 jongens. En eigenlijk vind ik, zijn die jongens ook slachtoffers. Dat klinkt een beetje raar, maar een jongen die zulke dingen doet, daar is een hoop mee los. En die wordt natuurlijk nu door de hele buurt zeer kwaad aangekeken, zo niet meer. Als je kijkt wat er gebeurd is, dan weet je dat het zo verschrikkelijk is wat daar is voorgevallen. Ja, en dat mensen gewoon weer na 3 dagen op straat staan. Dat kan dus gewoon niet. Je gelooft het ook bijna niet. Je vraagt je af, wat moet je doen in dit land dat je wel vast blijft zitten? Ja. Gaat de gemeente hier nog iets aan doen? Nee, het is nu gewoon een zaak van het Openbaar Ministerie. Het OM laat het er dan ook niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank. Wij vinden de beslissing van de rechtercommissaris onbegrijpelijk, want wij vinden dat er wel voldoende bewijs is voor poging doodslag en wel ten aanzien van alle 4 de verdachten. Er zijn getuigen die hierover hebben verklaard, de slachtoffers zelf hebben over verklaard en ook het letsel komt overeen met hetgeen is gezegd, namelijk dat er tegen het hoofd van de slachtoffers is geschopt, bij 1 zelfs terwijl die op de grond lag. En wij vinden dat er op dat moment, als er bewust tegen iemands hoofd wordt geschopt, wel degelijk een poging is tot doodslag. En wat is het vervolg nu? Komt er nog een zaak? Zeker. Deze 4 jongens blijven verdachten en zullen te zijner tijd op zitting zich moeten verantwoorden. Wij hebben inderdaad appel, dus hoger beroep, ingesteld tegen die afwijzende beslissing van de rechtercommissaris. En als dat appel wordt toegewezen, dan zullen zij opnieuw in voorlopige hechtenis terechtkomen. Het onderzoek loopt natuurlijk ook nog. Dat loopt nu ook. En laten we eerst maar wachten op het hoger beroep. Hoe lang denkt u dat het nog gaat duren voordat het hoger beroep plaatsvindt? Dat weet ik niet. We hopen dat het zo snel mogelijk wordt behandeld. Is dat een kwestie van dagen, weken of maanden? Eerder een kwestie van weken. Over een paar weken wordt bekend of de verdachten opnieuw worden opgepakt. Sowieso wil justitie ze dus aanklagen voor poging tot doodslag. Dorien Meijksenaar van GroenLinks wil het houden van buurtbarbecues in ieder geval blijven stimuleren. Mensen die een buurtfeest organiseren kunnen subsidie aanvragen. En de gemeente dekt dan een deel van de kosten. Dat is 40% van het bedrag wat je uit hebt gegeven, maar er zit wel een maximum aan, €250. Het meer niet. En als het potje leeg is en je bent te laat, er is nu nog plaats. Dus als er nog mensen zijn die nu deze zomer nog een feest willen doen, en dat gaan we gewoon doen. En dan komt er maar eens een biker langs, dan komt er maar eens een streetcoach op een gegeven moment even kijken van gaat het goed jongens hier. En natuurlijk moet het goed gaan, daar moeten we in geloven.